Het grote voordeel van digitale fotografie is dat je bij elke opname direct feedback krijgt. Je kunt meteen zien of dat uw instellingen of die correct waren en wat het effect is van uw instellingen. Dat is iets wat dat bij analoge fotografie niet voorhanden is. Als je daar opname maakt, dan schiet je over het algemeen een filmpje van pakweg 36 opnamen. Vervolgens stuur je het filmpje in voor ontwikkeling. En het is pas als dat filmpje terugkomt dat je de beelden kunt zien, dat je kunt nagaan waar je fouten gemaakt hebt. Waar je niet correct scherp gesteld hebt, is snel te zien. Maar als het dan gaat over belichting, dan is het moeilijk om terug te koppelen aan de instellingen van dat moment. En daarom is er iets, er is een oplossing, namelijk noteren per opname. Dus hier komt telkens het frame van de opname te staan. En per opname noteren wat uw sluitertijd en diafragma zijn. Dat is de enige oplossing. Dit is een voorbeeld van een blad om die notities te maken. Daarbij wordt de film genoteerd. Het blad op zich is al iets verweerd. Waarop dat dus het filmtype, maar ook waarop dat de film, de ISO-waarde waarop het belicht is. Dus het is wel een film ISO 200, maar je kan perfect besluiten om die film op 200 in plaats van op 200 op 400 te gaan belichten. Dan moet ik wel bij de ontwikkeling duidelijk aangeven dat de film gepusht moet worden. Nu, hier kun je dan per frame 1 tot en met 36 noteren wat uw sluitertijd en uw diafragma was. En door dan achteraf bij de opname te gaan vergelijken of naar dit blad te gaan verwijzen, kun je dan alsnog zien waarom een opname wel of niet gelukt is en wat de instellingen van dat moment waren. Een alternatief voor die opname, voor die notities, is een app die ik recent ontwikkeld heb. En die zie je hier. Die kun je dan op je telefoon gebruiken. Als je zoekt op de Play Store op FilmTag, dan zul je de app wel vinden. Als je die opent, dan zie je hier. Hier krijg je een lijst van filmpjes waarvan je al notities genomen hebt. Hier kun je een nieuw filmpje toevoegen. En dan geef je aan bijvoorbeeld dat het in dit geval om een HEMA-filmpje gaat. Een kleurenfilm. Er wordt een autosuggestie gedaan op basis van eerder ingegeven filmpjes. Ik heb het belicht op 200, laat ons zeggen. En er zijn 36 opnamen. Ik kan hier ook nog notities toevoegen. Bijvoorbeeld dat ik die allemaal met de 35 mm lens genomen heb. Ik zeg maar iets, hè. Zodat ik dat dan opsla, krijg ik hier mijn filmreferentie. De notities die ik erbij genomen heb bij het filmpje. En dan het aantal frames. Dus per frame kan ik dan invullen. Bijvoorbeeld het eerste frame heb ik met een sluitertijd van een 500ste en een diafragma van, laten we zeggen, 4 opgenomen. Kan ik hier ook nog notities opnieuw maken. Bijvoorbeeld een foto van een boom. En als je hier in de lijst ziet dat verschijnen, dan kun je per filmpje, per beeld op uw filmpje, uw opname, uw notities maken.